Het probleem met de beschikbaarheid van subsidiegelden voor sociale instellingen is door het ministerie van Sociale Zaken geëvalueerd. Minister Uraikit Ramsaran zei gisteren aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad dat alvast gekeken is naar de verschillende knelpunten. We hebben gekeken naar de verschillende knelpunten. Het snijdt van beide kanten, om het zo te zeggen. Eén, dat we ervoor zorgen dat de middelen dan beschikbaar gesteld moeten worden richting de instellingen. En twee, dat we ervoor zorgen dat de indiening wel correct als mogelijk is om ervoor te zorgen dat er geen stagnatie is richting de subsidieovermakingen. De bewindsman zegt verder dat er een tekort is aan medewerkers op alle sociale instellingen. SOSAVO kreeg eerder al berichten binnen over de onderbezetting bij instanties. Er wordt nu gekeken hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Laat me even dat duidelijk zeggen. Dat wij degene zijn die ondersteuning geven in het financiële. En waar nodig, dat als ze naar personeel vragen, dat we ook bereid zijn om in te spelen. Maar jammer genoeg, als we kijken naar de deskundigheid die men nodig heeft, dat daar een tekort aan is aan de specifieke deskundigheid voor de verschillende personen. We hebben ook instellingen gehad die bereid waren dat als er personeelsleden beschikbaar worden gesteld, dat die on the job getraind worden om dan het werk dan aan te kunnen. De minister zegt verder dat achterstanden van kinderbijslag over de jaren 2019 en 2020 zijn ingelopen. Volgens hem was het gebruikelijk dat deze tegemoetkoming na een jaar werd uitbetaald. Maar blijkt er een maandelijkse behoefte te bestaan. Ook hiervoor zijn maatregelen getroffen.